Dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij vandaag weer een nieuwe video. En vandaag zijn we hier. Ja, het is weer tijd. Oh, wacht. Ik had eigenlijk een leukere intro bedacht. Wacht. Welkom. Ja, het is toch een stuk minder enthousiast als je al een intro hebt gedaan. En dan, zeg maar, nog een keer doet. Ik heb hier een blauwe knop. Ik heb eens gehoord, als je nu op het like knopje drukt, dan hoor je dus een boing geluid. Ja, als je doet een 3, 2, 1... Oh, wat goed. Mensen, dames, heertjes, lekkere mensen. Ben je al geabonneerd op mijn kanaal? Zo niet, doe het dan even. Doe even abonneren. Hartstikke leuk. Hartstikke fijn. Hartstikke gezellig. Vandaag staan zo te zien mijn wekenbeloningen klaar. Jezus. En we gaan voor een top lekker spelerspakket natuurlijk. Ik heb ook een gratis megapakket. Waarom ik die heb, ik heb geen idee. Maar we gaan er nu achter komen wat we gaan krijgen. We krijgen even borden. Geen walkout. Vind ik jammer. Otamendi. Heel slecht. Wat een onzin. Nou, dit was niet meer over naar huis te schrijven. Laten we daarop houden. Ja, daar komt hij. De pack der packs. Nee, absoluut niet. Heb ik gewoon zoveel Division Rivals gespeeld. Mensen helemaal in rank 3 gekomen. Krijg ik dit. Ja, het wordt me ook niet gegund hoor, moet ik zeggen. In ieder geval, ik heb het horen van Koen. Je moet stoppen met het memen, want het is niet leuk meer. Het is zielig. Kan niet meer memen. En ik ben er ook wel mee gestopt, want eerst deed ik het op Instagram heel veel. Het memen. En nu wat minder. Maar ja, kijk, dan zie je het als deze. En dan krijg ik het 100 keer gestuurd naar hem op Insta. En dan denk ik van, het moet wel, want deze speler doet de Set Your Mind Free op zijn foto. Oh jongen, haters zullen zeggen dat hij aan het bidden is. Ik zeg, hij doet de Set Your Mind Free. Als je ook even stil bent en een beetje op hem inzoomt, dan... Hoor je het hem ook zingen? Ongelooflijk. Mensen, volg je me nog niet op Instagram? Doe het even. Mijn Instagram is Koen. Ben je nou op zoek naar tegoedkaart? Dan ga naar ikwildegoed.nl en koop je tegoedkaart. Doe het. Ook PlayStation Plus. Ook Xbox kaarten. Ook Xbox tegoed. Ook Nintendo. Alles. Ga er nou heen, joh. Pardorie. Hij heeft daar echt goede stats. Ik heb er 450k voor hem betaald. Maakt niks uit, maar kijk deze stats. Oh my god. Dus nu ga ik jullie even zien dat het dit jaar de Year of the Summer wordt. En zo niet. Ja, dan niet. Maar het wordt de Year of the Summer. Divisie 5 mensen, jullie weten. Dat is een aardig team. Road to Glory, oké. Okay. FC Glory, we zitten tegen hem. Oké. Okay. Heb je Darkness? Oké. Heb je dus Darkness, wat wel goed is. En dan heb je op rechtsback Bellerin. Trainer niveau. Huh? Waarom staat mijn trainer aan? Hè? Doe even niet. Wat is dit nou weer? Ik kan mijn tactiek ook niet veranderen omdat je die trainer aan hebt staan. Waar slaat dit op? Trainerniveau. Ben je lijp of zo? Kijk. Daar gaan we dan, mensen. Het is zover. Ik heb eten besteld. Het is er nu. Dit is echt klote, want het is in de vierde minuut. Oh, my food is gonna be so cold when I'm done. Daar komt die Atal. Hij heeft 50 skills. Dat is oprecht wel heel goed. Ik heb dus even gekeken. Het kan dus niet hoger. Echt waar. Het kan niet hoger. Daar komt die Atal. Zo. Hij draait snel, jongen. Beetje te snel voor mij. Daar ben ik helemaal niet goed genoeg voor. Maar wat een speler draait te snel. We hebben helemaal bossen gestuurd. Maar daar is natuurlijk Mandy. Geen probleem. Ik zit trouwens te zeggen van... Hoe kan je Darkness hebben? En dan heb je Bellerin. Maar ik heb Mandy. En ik heb Down. Dat ook nog. Even rust. Even rust bewaren, Koen. Sterk. Goed eronderuit gevoetbald. En dan zo'n bal geven. Ja, daar snap je echt helemaal niks van. Daar snap je echt niks van dit spel. En dat klopt ook. Gaat die Atal. Hop. Ah. Oh. Ah, ja. Mooi is dat we deze pot ook gewoon rustig gaan verliezen. Ja, divisie 5, jongens, dat kan ik gewoon niet aan. Ja, pak hem gewoon af dan, die bal. Is het voor gezeik dat ik die bal heet niet afpak? Of half? Atal, korte hoek. Ah, mooie loopactie. Niks mis mee. Fijne gameface ook. Psych. Absoluut geen gameface. Atal, boom. Oh, Atal, kop hem erin. Nee, je loopt liever weg van de bal. Dat is logisch. Sterk, niet sterk. Slap, goed. Nee, maar lekker. Ah, geen hakjes uit, B. Zo, MLP, oké. Kaulo sterk ineens. Oh, nee maar. Lopen jullie je eigen vent omver? Hoezo doe je dat? Nou, ook zo, hij zal het ook niet expres gedaan hebben. Ben ik heel eerlijk in. Het is een goede aanval. Het is een hele goede aanval. MLP, maak maar af, jongen. Ah, slecht schot. Hij heeft ook van de Sars. Ook geen slechte keeper. Nee, Varane. Lekker Varane. Love you. Inworby voor de DNP, Master. Dat ben ik. Jawel. Dan gaat die bal diep op Traoré. Die neemt hem lekker mee. Niet. Nee, want die wordt natuurlijk ingehaald door Tagliafico. Want dat is logica. Atal. Boom. Oh, paal. Nee. Hoe? Dit kan toch niet? Dit is echt ongelooflijk. Kijk dan hoe hij die bal tegenhoudt. Dat is echt niet te filmen. Dat is echt niet te filmen. Met zijn voet. Houdt de bal tegen met zijn voet. Met zijn voet. V-O-E-T. Ah, nice. We staan 1-0 achter. Hij heet Joep voor al 2005. Dus de gast is 14 of 15. En waarschijnlijk 14. En ik sta 1-0 achter. Hij is 14. Meine Güte. Hij heeft waarschijnlijk bewust niet eens de WK-finale van 2010 meegemaakt. Laat het achter in de comments. Heb jij bewust de WK-finale meegemaakt? Ja, je komt nu gewoon in de fase dat je mensen gewoon gaat bereiken op YouTube. Die dat niet de WK-finale hebben meegemaakt. Oh, Atal, jammer. Ja, kijk, als hij toch iets cleanser was, had hij zeker al eentje erin kunnen schieten, hoor. Atal. Oh, schot geblokt. Atal. Oh. Ja, zijn dribbeling is echt heel goed. Maar ja, hij is gekoord niet. Dus ja, dat is jammer. Oké, we gaan met 1-0 achterstand de rust in. Niet helemaal terecht als je het mij vraagt. Maar dat maakt niet uit in dit spel. Je moet gewoon scoren. Ik had 8 schoten, 5 op doel. Had er iets minder, denk ik.
Oh, nou ja, 5-4. Valt op zich mee. Valt op zich mee. Road to glory. Ik ben eigenlijk ook een soort road to glory. Alleen duurt bij mij de road naar de glory wel heel lang. Oh, nee. Nee, 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 nee. Oh, Varane goed verdedigd weer, jongen. Lekker, lekker de bal afpakken en dan gewoon niks of zo. Wat een onzin. Goeie bal, Traoré. Lekker, man. Goeie kruisjepaas. Die vent is ook slecht, die Traoré. Oh. Dan heb ik daar ook ontiegelijk onnodig veel geld voor betaald voor die vent. Lekker, daar gaat hij. Ons Traoré. Atal. Atal sterk. Atal. Nee, jongen, die Van de Sar, man. Het is gewoon een goed schot. Goede actie ook. Die Atal is echt niet zo slecht. Die Traoré daar. Traoré geeft even de boarding in. Die heeft volgens mij tijdens carnaval ook net een biertje te veel gedronken. Kan ik uiteraard niet over meepraten. Walker. Pak de bal. Ja, maar hey, laat die bal door zijn benen gaan. Dit slaat echt nergens op. Ah, twee keer ik hem eigenlijk afpak, maar niet heb. I wanna boom bang bang with your body, yo. I wanna rock you like a rodeo. Gonna be a bumpy ride. Oké, we gaan wisselen, mensen. Die Traoré moet er echt uit. Want dat kan echt niet meer. Ja, ik wil eigenlijk OC2 erin zetten, maar daar wacht ik toch nog even mee. Ik ga nu toch even voor Ronaldo op rechtsmid. Als jullie het niet erg vinden. Nee, Koen. Hoe moeilijk is het? Je ziet toch gewoon dat hij op een vent staat? Ik ben niet blind. Of wel dan? Hoppa, druk zetten met team. Nee, 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 nee. Nee. Keeper. Nee. Pak hem. Ja. Yes. Er is nog hoop. Er is nog hoop. Hartstikke deetje. Er is nog hoop, lieve meeuw. Lekkere hutsertjes. Lekkere hutsertjes. Hoela, 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 huts. Ik pak gewoon de bal nog een keer af. Maar anders pak ik hem gewoon vier keer af. Hé, ik heb hem. Ja. Lekker. Lekker. Atal. Boom, natuurlijk. Jawel, jawel. Oh, hoe doe je dat? Ja, 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 ja. It's the year of summer. Ongelooflijk. Atal was echt een goed doelpunt, man. Maar deze weet je ook, die bal gaat van zijn voet en die is zo hard. Dat deed de keeper nooit. En dan weet je al, want het is een goal. Kijk, dat is echt een FIFA knowledge met Koen, jongen. Dat is echt ongelooflijk. Ja, een goal. Paal. Een rebound. Oh, waarom? Misschien niet gewoon weg. We hebben nog een kans. Oh, Atal. Oh, wat jammer. 1-1 geworden, helaas. Dikke vette pech. Had nog een kans aan het eind. Is niet gelukt. Mensen, de video is nog niet voorbij. Maar ik ga nu wel even mijn pasta eten die zojuist binnen is gekomen. Ik zie jullie zo. Dames en heren, jongens en meisjes, daar zijn we weer. Ik heb in de tussentijd even lekker iets gegeten. Je zal niet geloven wat ik heb gegeten. Nou wel, want ik ga het nu gewoon vertellen. Ik was samen met Matty en met Essie Boy aan het eten. En toen was het, ik had een pasta besteld. Alleen je kon bij die pasta kiezen wat je erbij wilde. Of shawarma of kipfilet. Ik had pasta kipfilet. Ik voel me af. Ik kreeg dan echt letterlijk pasta slieten met kipfilet. Nee, ik kreeg een soort kapsalon. Weet je wel wat je bedenkt met kapsalon, met kaas en al die dingen. En daaronder geen friet, maar spaghetti. Dat is raar. Dat was wel lekker trouwens. Dit is mijn tegenstander. FC Koekoek. En daarna heb ik even gekeken naar de Champions League winnaar. Ik wil dat jij achterlaat wie jij denkt dat Champions League gaat winnen. Ik denk persoonlijk, als ik heel eerlijk ben, Bayern München. En dat zeg ik eigenlijk al sinds het begin van het seizoen. Want ja, ik heb er echt kijk op. Kijk, ik zeg het liever niet, want ik wil niet arrogant overkomen. Maar het is wel zo. Ja, ja, ja. Ik weet echt hoe het in elkaar zit. Nou, en dat is zo. Pieter Post. Pieter Post. Ik heb over de bril gekotst. Nee, 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 nee. Oh, nee. Oh, nee. Mandy! Nee! Oh, de hele zijn achterstand. Hij heeft ook Koen. Heeft hij als afkorting. Dat vind ik mooi. Dat vind ik mooi. De spits van het nieuwe Champions League winnaar heeft gescoord. Ja, kijk, dan is gewoon terecht natuurlijk. Hé, ik word helemaal afgemaakt tegen deze vent. Dit gaat helemaal niks worden. Ik voel het al. Goed. Op Atal. Atal. Goal. Natuurlijk. Natuurlijk. Atalletje. Heerlijk. Niks mis mee. Oh, hij doet de M van... Mind free is the year of... Atal, 2 wedstrijden, 2 goals. Natuurlijk, wat een kaart, jongen. Echt. Hij gaat zeker mijn super sub blijven. Hij is echt wel goed. Ik meen het, hij dribbelt gewoon echt lekker. En paasjes ook, tak, tak, tak. Geen enkel probleem, jongen. Bang, 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 bam. Trouwens, ik weet niet wat me overkomt. Ik kijk naar buiten. Ik heb zo'n schuin raam. En ik kijk naar buiten, hè. Sneeuw? Er ligt gewoon sneeuw? Sneeuw? Hoe kan dat nou? Ik snap er ook niks van. Ik heb mijn auto de hele nacht aan laten staan. Gewoon lekker. Dat hij lekker een beetje die CO2 gas naar buiten blijft stoten. Gewoon puur zodat het gewoon dat we voor een maandje weer lekker op het terrasje kunnen zitten overal. Worden we ineens genakt met sneeuw. Hé, als ik sneeuw wil, ga ik wel lekker naar Oostenrijk. Wat denk je daarvan? Misschien sneeuw. Atal, korte hoek. Bam. Oh, Atal, kop. Nee, Atal. Oh. Ja, ja. Nee, maar goed. Erop, Atal. Atal naar binnen. Boom. Oh, Atal, wat goed. Heerlijk zeg, Atalletje. Mensen, ik krijg zojuist een nieuwsbericht binnen. Dat op dit moment het coronavirus ook in Noord-Rijn-Westfalen gevonden is. Daar heb ik daar ooit mijn soort verslag over moeten maken voor Duit. Ja, het was vervelend. Maar daar gaat het nu niet. Oh mijn god, nee. Sint Maxima, ik zei het. Sint Maxima, maximum. Maar het feit is dat we er allemaal aangaan. En dat is wel iets minder, moet ik zeggen. Nee, dit meen je niet. Wat een pauperzooitje, joh. Ik ben ook zo verschrikkelijk slecht in dit spel. Dit is echt ongelooflijk. Oh mijn god, 4-2. Hij dept. Oh, hij dept op me. Wie is dit? Cornetto. Cornetto. Petit.
boom, op, die, boom. Nah, dit kan toch niet. Schot na schot na schot na hier, na schot na hier, na Wilsman. Ah, lekker Koen. Ik ben echt trots op jou. Koen, ik ben trots op jou dat je zo slecht bent in het spel. Je bent zo slecht. Dit was een wereldgoal. Laten we met name hiervan genieten. Oh, mooi binnengeschoten. Oh, wat een muziek. Mensen, ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Helaas is het niet geworden wat we gehoopt hadden. Hij had wel echt veel meer geschoten. Oké, terecht verloren. FC Koekoek. Mensen, bedankt voor het kijken. Zie jullie bij de volgende video. Ik laat je wel meer de volgende keer. En ik zeg doei. Later. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was of beat een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen. Beetje jong en onbezonnen. Zit er zelf voor op FIFA. Er staan een pot koffie en een pot thee op het aanrecht. Zet de pot koffie van... Oh, ik ben zo heet. Zet de pot thee. Jezus. Had je het niet meer eerder kunnen zeggen. Ik sta al een kwartier te trekken. Leuk, wat leuk.